ik wel hier, jongens, dan ik ben er toch. Hey, Sjoerd, jij hebt, vertel nou eens even over een geintje van jou op Facebook, over die bokszak. Harder praten. We horen je niet. Oké, duidelijk. De bokszak slaat je terug. Maar, Nabil, en dan geef ik hem over. Jij traint toch niet alleen op die bokszak? Maar voorbaat verwacht ik van Joe dat hij wat duidelijker spreekt. Want ik verstond hem niet helemaal. Maar, inderdaad. De training bestaat niet alleen uit bokszakken, maar ook uit sparringspartners. Dus ik begrijp niet helemaal wat hij daarmee bedoelt. Bestaat ook, de training bestaat, ja, staat aan, hè? Bestaat uit boksen, uit spanningspartners, uit hard trainen, dat mag wel duidelijk zijn. Dat heb jij ook gedaan, neem ik aan, voor die partij? Ja. Ik neem aan dat jij ook hard hebt getraind voor de partij? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk keihard getraind voor deze wedstrijd. 2 november zal ik het waar maken. Oké, we gaan het allemaal zien, jongens. 2 november. Wie van in het publiek mag ik het woord geven voor een vraag? Aan die kant. Joet, een vraag voor u. Ik neem aan dat je niet voor de punten gaat. Dus welke ronde KO? Ik ga puur voor de winst. Punten of knock-out? Als ze wat, dan valt ze. Knock-out. Ik durf niks te zeggen. Eerste ronde. Ik denk in tweede ronde. Ja, tweede ronde. Dat zijn problemen niet. Een vraag voor Nabil. Oké, jongens, nee, wil je erop reageren? Nabil? Ja, Nabil wil erop reageren. Hey, jongens, even rust. Dankjewel. Goedemiddag, dames en heren. Jullie zijn allemaal getuigen van wat ik zo meteen ga zeggen. Zojuist heeft Joet aangegeven dat hij mij de tweede ronde neerslaat. Nou, bij deze ga ik een weddenschap aan met hem. Als hij mij 2 november neerslaat, geef ik hem een rug, oftewel 1000 euro. Maar, als ik jou neersla, geef je mij een rug, 1000 euro. Aannemen. Ik hoor niks. Van deze. Nee, je moet goed luisteren. Hoogste herstel, rustig. Hij knock-out. Oké, maar dan ben je winnaar. Ik leg het nog even uit. Degene die deze partij ook knock-out wint, krijgt een rug. Dus als jij mij neerslaat, wat niet het geval zou zijn, krijg je een rug. Ja? Welke ronde dan? Dat doet hij niet voor. Je krijgt elke ronde voor mij. Ja? Dat vind ik niet. Als ik op een leraar ook echt voor jou. Volgende vraag. Vakantiegeld. Goedemiddag allemaal. We zijn juist getuige geweest van Abdullah Jouli. De deal die heeft gesloten met Joet Gabbabi. Maar we zullen zeker een belofte aan voor Joet Gabbabi dat we ook getuige zullen zijn wanneer dat pad op de buik gaat. Yeah!
Wacht even. Oké, waar is de microfoon? Die wil nog een vraag. Goedendag, heren, goedendag. Ik heb hier een vraag. Goedendag, heren, allebei. Als jullie allebei elkaar niet knock-out slaan, krijg ik van jullie allebei 1000 euro. Dames en heren, laten we het serieus nemen met een serieuze vraag. Oké, dit waren de vragen, jongens. Geef ze nog 1 keer een groot applaus natuurlijk. De mannen eraan. Voor de snel. Dames en heren, dames en heren. Dames en heren. Dames en heren, ik heb net gehoord. Zo'n sponsor C-Maxi, hij geeft 1000 euro erbovenop. Applaus. Hij geeft 1000 euro in je power-hit erbovenop. Dus als er een knock-out valt, dan... Komt er, vraag de hoofdsponsor Maxime 1000 euro hoofdkamp. Naar de binnen. Als je niet stut, ben je fake aan het praten.